kort u een plissé gordijn in de lengte en breedte in. Voor deze klus heeft u de volgende materialen nodig. Gamma plissé gordijn. Voor deze klus heeft u het volgende gereedschap nodig. Rolmaat, ijzerzaag, accuschroefboormachine, mes, schaar, nietjesverwijderaar, nietmachine. Heeft het plissé gordijn niet de juiste breedte, dan kunt u deze inkorten. Dit gaat voor zowel in als op de dag op dezelfde wijze. Verwijder de dopjes aan de zijkanten. Let op, de linkerbovenhoek is met een schroef bevestigd. Schuif de plissé-stof opzij in het stofframe en teken de gewenste maat af. Het plissé-gordijn moet symmetrisch worden ingekort. Snij met een scherp mes de stof voorzichtig op maat. Schuif de stof naar de andere kant om de andere zijde op maat te snijden. Teken de gewenste lengte af op het stofframe en zaag deze symmetrisch aan beide kanten af met een ijzerzaag. Schuif tussentijds de stof aan de kant. Schuif de losgeschroefde dop weer op de plissé-stof. Monteer de schroef in de linkerbovenbalk van het plissé-gordijn. Zet het product zorgvuldig weer in elkaar. Om het plissé-gordijn in de lengte in te korten, laat u het plissé-gordijn zakken. Teken de gewenste lengte op de stof af, houd dit ruim aan. Verwijder de dopjes uit de zijkant van de onderbalk en schuif de onderbalk uit de stof. Zet een streepje bij de touwstopper, zodat later bepaald kan worden waar de stopper zat. Haal de stopper van het touw af en verwijder de plastic strip en de nietjes met een nietjesverwijderaar. Knip de stof op de juiste lengte en haal het touw naar boven. Rijg het touw door de plastic strip en niet deze weer vast met een nietmachine. Knoop de stopper terug op de gemarkeerde positie. Druk de stopper in de onderkant en plak deze af met een plakbandje. Schuif de onderbalk terug en bevestig de dopjes aan de zijkant. Hulp nodig bij het opmeten of ophangen van een plissé-gordijn? Bekijk dan onze andere klusvideo's op gamma.nl.